Die wethouder die zegt op een gegeven moment van, ik slaap hier niet slecht van. Dat is wat ze zegt. Nou, hier de buurt, die slaapt er wel allemaal heel slecht van. Ja. Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Vrilkhoven, een gehucht van 100 inwoners, krijgt, als het aan het college ligt, een arbeidsmigrantencomplex voor 400 personen. Het buurtschap voelt zich compleet overvallen, niet gehoord. Het comité 400 is te veel legt ons uitgebreid uit hoe zij dit proces ervaren en wat hun visie is. Er is zojuist een persmoment geweest. Kunt u misschien in het kort uitleggen wat er besproken is? Ik ga proberen om het samen te vatten. Deze week heeft het college het besluit genomen en daar is vandaag over gecommuniceerd dat wij de beslissing om een huisvestingsvergunning voor arbeidsmigranten in stand te houden. Het is vrijdag. En dan? Er kwam een... Ik had allereerst iemand aan de telefoon die vertelde me dat er post was. Dat er in ieder geval bericht was vanuit de gemeente naar aanleiding van onze bezwaren. En ik loop naar de brievenbus en daar was een autootje met een mannetje van de gemeente en die overhandigde mijn brief. Dus we hadden een beslisdocument van de gemeente Bokstel en besluit op onze bezwaarschriften of onze bezwaren. En wat stond erin? Ja, daar stond in dat ze wederom niet voor de bewoners kiezen, maar overlegd hebben met weer twee partijen advocaten. Dus de kosten lopen lekker op voor de gemiddelde Bokstelaar. En dat ze uiteindelijk zeggen, jongens, wij gaan weer niet de kant van de bewoners kiezen. Wij kiezen voor de kant van SBA Flex en hun opdrachtgevers, waaronder Vion. En er is een advies naar de gemeenteraad gekomen op jullie bezwaren. En toen dachten jullie van, nou, er gaat de goede kant op. Nou ja, het is heel duidelijk, en dat hebben we ook heel goed kunnen uitleggen, dat heel die procedure niet correct is verlopen. Wij zijn als bewoners totaal niet meegenomen bij het maken van de plannen. Er is nooit naar ons geluisterd, we hebben nooit enige input kunnen leveren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bezwaar. Want nog heel veel andere bezwaren hadden wij, maar dat is eigenlijk echt het belangrijkste. En de bezwaarcommissie heeft heel duidelijk geoordeeld van, nou, dat kan niet, dat mag niet, dat is gewoon niet rechtmatig. En ook het advies gegeven om aan het college om het besluit te herzien. En om daar opnieuw over na te denken en dat hele proces opnieuw te starten. Dat is dus nu hebben ze naast zich neergelegd. Ze denderen gewoon door. Dat betekent dat wij doorgaan op de weg die we ingezet hebben. Een humane, kwalitatieve huisvesting mogelijk maken op de Oude Rijksweg in Liemden. En tegelijkertijd ook zorgen dat de woon- en leefkwaliteit voor de omgeving goed geborgd is. Daar hebben we aan de voorkant van heel het proces ook zeker heel veel aandacht voor gehad. Dat is ook de reden waarom het besluit in stand is gebleven. De gemeente heeft een landsadvocaat in de arm genomen. Ja. En die heeft het advies overruled, zeg ik dat goed? Ja, als ze het overruled hebben, dan weet ik niet. Want wij kennen de inhoud van zowel Holle Advocaten, wat de huisadvocaat is, daar weer de landsadvocaat overheen. Wij kennen die adviezen niet. Dus we weten alleen dat de gemeente het advies van de bezwaarschriftencommissie nu naast zich neer heeft gelegd. Maar de adviezen wat eronder zit, dat weten we niet. Maar wederom, bewoners, er wordt niet zo gekozen en niet naar gekeken. Jullie bezwaren zijn getoetst door een onafhankelijke bezwarencommissie. Wie zijn dat? Ja, dat is een onafhankelijke bezwarencommissie. Wij kennen ze van tevoren ook niet. Daar worden we niet van in kennis gesteld. En dat blijken juristen te zijn uit ambtelijke organisaties die onafhankelijk naar het besluit kijken. Wanneer kregen jullie eigenlijk de plannen te horen? Nou, de plannen te horen hebben we formeel niet gekregen, want je maakt geen deelgenoot uit aan huisvestingsdocumenten die opgesteld worden door de gemeente. We hebben alleen wat geruchten gehoord en vanuit die geruchten hebben we al in 21 geanticipeerd door in te spreken bij de gemeente. En dan krijg je als omwonende maar liefst 2 minuten spreektijd om je doel duidelijk te maken. En zo is het verhaal gelopen. En er is nooit geen inspraak geweest. Er is op een gegeven moment door een ondernemer op het industrieterrein gezegd, ik wil arbeidsmigranten huisvesten. Er is 1 wijk van Bokstel die daar tegen geageerd heeft. Toen is het beleid gelijk omgedraaid en gezegd van, in eerste instantie was de bedoeling industrieterrein en randindustrieterrein. En toen is het omgezet, geen industrieterrein. En het was geen buitengebied. En naar de hand is het beleid weer aangepast naar juist wel buitengebied. Dus er is heel erg toegedacht naar deze locatie. Maar toen werden de plannen wel echt concreet. Nou ja, vanaf dat de plannen, vanaf dat het duidelijk is dat het dus hier moet komen, is er sprake van een monoloog. Aan ons worden de plannen gepresenteerd. En daar mogen we dan iets van vinden misschien. Maar wij zijn nooit meegenomen in het ontwikkelen van die plannen. En wij vinden wel degelijk dat het een enorme impact heeft op onze leefomgeving. En dat lijkt me ook heel logisch.
Als er op een beperkte perceel 400 mensen komen te wonen, mensen gaan bewegen, wat allemaal logisch is. Zou het ook heel normaal zijn, lijkt mij, als je beleid maakt, dat je daar met de omgeving over praat. Dat is echt nooit gebeurd. En wat dan heel vervelend is, vind ik, we hebben nu in de documentatie die we nu hebben ontvangen, wat op de website te lezen staat, daar staat eigenlijk, lijkt het alsof men met ons een omgevingsdialoog heeft gevoerd. Dat is echt niet zo. Dat betekent dus dat de gemeente Boxtel, het komt denk ik uit voor hun om te zeggen, nou, dat hebben we wel gedaan, want we hebben de mensen toch al een keer uitgenodigd en we hebben ze gevraagd, wat vinden jullie ervan? Nou, dan wordt er waarschijnlijk gepraat over een slagboom en een boompje. Maar de impact van 400 mensen in jouw eigen leefomgeving, daar zijn wij nog nooit op enige manier bij betrokken geweest. En wat vind je ervan? Ja, dat is natuurlijk een heel rare situatie waar we in balans zijn. Kijk, het gaat om 400 mensen en alles is naar deze locatie toegeschreven. De eerste tender die niet gelukt is. Een tender is? Een inschrijving waar dus partijen op in kunnen schrijven. Toen ging het over kleinere locaties, waaronder ook 150. Nou, het gaat over. De wethouder heeft over humane huisvesting. Het gaat over kwaliteit. En tussen de eerste en de tweede tender is er aan veiligheid in verband met VCA-certificaten in de aantallen alleen maar omhoog gegaan. Dan blijkt er op een gegeven moment maar één locatie over te blijven. En als je dus kijkt naar de omgeving, bijvoorbeeld regio Eindhoven, die ook al veel meer ervaring heeft met dit métier als de gemeente Boxtel, ja, dan zou je nog maar de helft kunnen huisvesten hier. Daar heb ik nog niet over alles wat je aan ruimte tekort komt. Dus humaan, het is totaal niet humaan. Het is een verdienmodel voor SBA Flex en Vion. SBA Flex is? Dat is degene waar de tender aan is gegund of gegund. Het bestaat uit meerdere fasen. Dus nu de eerste. Maar SBA Flex, wat doet die? Dat is een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. En het verdienmodel voor deze bedrijven is het huisvesten van arbeidsmigranten. Die koppeling wordt gemaakt. En helaas kiest de gemeente Boxtel daar nog voor short stay. Daar kun jij verder op invullen, denk ik, Marie. Nou, wat er dus gebeurt, wordt de zogenaamde kwalitatieve huisvesting is een complex. Het zijn eigenlijk gewoon 400 gestapelde slaapkamertjes. Dat is het. De mensen die daar komen te wonen, komen dus die krijgen een klein hokje. Te vergelijken met een gevangeniscel, waar dus een bed in staat. Ze hebben wat sanitair wat ze moeten delen. Dat is voor 400 mensen. Er is nauwelijks ruimte voor ontspanning en dat is verder nauwelijks iets. Maar, er komt toch een ontspanningsruimte? Ja, dat is de grootte van ongeveer één tennisbaan. En dat is voor 400 mensen, die zouden er denk ik al niet eens oppassen. En dat is dan een fitnessruimte, een ontspanningszaaltje en alle wasmachines voor 400 mensen. Dus ja, iedereen snapt dat past überhaupt niet. Dat is ook echt alles wat is getekend. Wat we kunnen zien op de tekeningen, zou ook een multifunctioneel sportveld komen. Past er echt niet op. De auto's passen er echt niet op. De fietsen passen er echt niet op. Dus dat gaat überhaupt al nooit. Maar we hadden het over het verdienmodel. We kunnen aan alles zien. Als je zo'n kamer. Laten we het vergelijken met een studentenkamer. Voor studentenkamers geldt een soort een puntensysteem. En dan kan je precies uitrekenen wat mag ik kwijt zijn voor deze kamer. Dan kom je echt veel lager uit qua huurinkomsten. Maar wat doet dus SBA Flex en heel veel meer uitzendbureaus? Ze maken er logies van. En logies, dan is het zogenaamd een hotel. En kijk maar in de pers, ze spreken over hotel. Maar het is geen hotel. Maar dat is alleen maar om niet te hoeven voldoen aan dat puntensysteem. Dan is er een andere regeling. Dat als mensen maar maximaal een jaar ergens blijven. Dan kunnen ze dus een logiecontract krijgen. Wat dus op geen enkele manier gereguleerd is qua mensen hebben totaal geen rechtsbescherming in hun huur. Dus kunnen zo op straat gezet worden. Er is verder niets geregeld voor wat dat betreft. Ze betalen veel te veel. En dan is er een andere regeling. Dat je van mensen die weinig verdienen. Maximaal, en dat wordt ook gedaan. Mag je €500 van het salaris inhouden per maand. Kun je dus de rekensom maken dat 400 arbeidskrachten, of 400 huurders in dit geval, elke maand €500 sowieso betalen. Plus overige kosten, want in heel veel gevallen moeten ze ook een matras huren. In heel veel gevallen bouwen ze ook een schuld op. In heel veel gevallen is het ook zo, als jij in een week geen 40 uur werkt, dan is eigenlijk je huur al te veel. Dus mensen bouwen een schuld op. En alles hangt dus aan die logies, dat hoort bij short stay.
Er is specifiek op toegeschreven, kunnen wij in de stukken ook zien, dat die mensen hier op die condities komen werken. Terwijl, ik kan erover door blijven gaan, die banen die zij invullen, zijn geen tijdelijke banen. Dat zijn gewoon permanente banen. Dus waarom zou je als uitzendbureau, waarom zou je als gemeente, waarom zou je als Fion tijdelijke mensen hier willen huisvesten? Ja. Wat is het antwoord? Jij weet het antwoord wel. Ja, geld. Het is geld. De arbeidsmigrant is hier de loonslaaf. Maar in de zin, ja, die wordt uitgebuit. Die wordt puur uitgebuit. En dat leidt dus ook tot schrijnende situaties. Wij krijgen ook wel eens het verwijt, of tenminste, die heb ik wel eens ontvangen, maar je doet het alleen maar voor jezelf. Je bent helemaal niet voor die arbeidsmigrant. Nou, ik wil zeggen, door deze situatie zitten die mensen, die komen allemaal op straat te staan en die gaan zwerven, want het werk houdt op en zij staan op straat. Maar bij de, ik wil nog even zeggen, bij de gemeente werken toch allemaal best wel intelligente mensen. Hoog opgeleid toch? Maar waarom denken die dan heel anders? Ja, dat kunnen wij niet invullen. Dat kunnen we absoluut niet invullen. Nee. Wij weten niet waarom ze zo denken. We denken echt dat er, ik weet niet wat er voor commercieel belang of andere belangen in zitten. Ze lopen aan het handje van SBA en Vion. En ja, het werkt gewoon zo niet. Het verdienmodel wordt echt over die rug van de mensen die gehuisvest worden. Wij willen, kijk, 400 man op een gemeenschap van 100 man. En alle dingen wordt meegespeeld. Er is eerst van, je moet kijken, past het in de omgevingsvergunning? Nee, daar past het niet in. Nou, dan gaan we voor een situatie van tijdelijkheid. In de huidige wetgeving is dat 10 jaar, vanaf volgend jaar een nieuwe omgevingswet is het 15 jaar. Alles wordt daar naartoe gestuurd en gemanipuleerd. En wij als buurt zeggen gewoon, de aantallen kloppen niet. Wij willen die aantallen niet. En dan gaat het niet om arbeidsmigranten. Als ik studenten 400 in deze huisvesting op deze manier neer ga zetten, krijg ik ook problemen. Er is geen ontspanning, er is hier niks. Er is hier buitengebied. Die mensen willen reuring hebben. Kijk, en als buurt hebben we in het verleden ook hier op Velder de vluchtelingen opgevangen. Ruimhartig, veel mensen vrijwilligerswerk gedaan. Dus daar zit het probleem niet. Het probleem zit hem gewoon echt in het verdienmodel en het niet humaan huisvesten, ondanks dat de wethouder andere woorden daarvoor hanteert. Ja, maar het mooie aan jullie protest vond ik dat jullie niet zeiden, wij willen helemaal geen arbeidsmigranten, maar het is gewoon te veel. Ja, het is te veel, maar het is te veel voor onze wijk, want het heeft ook heel veel consequenties voor het verkeer, voor de mensen zelf. Het heeft een enorme impact. 400 mensen in een buurtschap van 100 is gewoon te veel. Maar waar ben je dan vooral bang voor? Nou, ja, ik wil het eigenlijk liever ook nog anders zeggen. Wij zeggen 400 is te veel, overal. Het punt is namelijk dat overal waar je 400 mensen bij elkaar zet, je krijgt een soort groepsgedrag. Dat zie je op vakanties, dat zie je bij studentencampussen. Mensen die met heel veel zijn, dan krijg je groepsgedrag. Deze mensen die worden hier neergezet. Er wordt totaal niets gedaan aan begeleiding, aan Nederlands leren of wat dan ook. Wij kunnen niet eens zeggen, ga aan de kant op het fietspad, bij wijze van spreken. Want dat werkt niet. Mensen blijven in hun eigen bubbel. Daar worden ze ook in gehouden, denken wij. Dus dat is waar wij tegen ageren. Maar wij willen eigenlijk, ik wil het nog anders zeggen. De wethouder stelt dat dit een oplossing is, want het wordt veel beter. Want de problemen in de wijken, want er zijn problemen in de wijken. Welke zijn dat? Nou, in de wijken in Bokstel schijnt zo te zijn dat er veel van deze arbeidsmigranten door hun woon- en leefsituatie hier buiten rondhangen. Er is veel sprake van drank- en drugsgebruik. Te veel mensen in één huis. Ja, ja. Maar dat is een landelijk, is dit een beeld, en dat is ook in Boksel het geval. Nou, maar het is toch prima als die mensen daar uit het huis gehaald worden? En dat is toch een prima initiatief? Ja. Nou, dan, dat zou, nou, allereerst kan je denken, hoezo moeten ze dan met al die problemen, met nog veel meer bij elkaar, met al die problemen, dan worden de problemen niet minder van. Die worden dus alleen maar groter. Want je bent met veel meer mensen die dat gedrag zouden vertonen bij elkaar. Maar er is nog iets anders vreemds aan de hand. En ik denk dat heel Boksel zich dat moet realiseren. Het is een schijnoplossing. Want alleen de mensen die van SBA Flex, hoor het me zeggen, van SBA Flex zijn, die zijn niet van SBA Flex, maar waar zij grip op hebben, dat zijn de enige mensen die zij kunnen verplaatsen van ergens naar deze huisvestingslocatie. Dat zijn er maximaal 175. En dan tel je echt een beetje positief. Al die andere
woningen in Boksel, waar ook arbeidsmigranten in elk geval kennelijk voor problemen zorgen, die zijn niet per se ook bewoond door SBA Flex uitzendkrachten. Dat betekent dus als er mensen naar deze huisvestingslocatie komen, dat die andere huizen nog steeds gevuld zijn met arbeidsmigranten. Dus dat betekent, als ik goed begrijp, dat de arbeidsmigranten die in andere huurhuizen wonen dan van SBA Flex, zeg ik dat goed, SBA? Mm-hmm. Dan van SBA Flex, dat die eigenlijk, die mogen niet ineens komen, of? Nee, want deze huisvestingsvoorziening is vergund aan SBA Flex, nou, aan de entiteit SBA Holding. Dat is en daar mogen alleen maar mensen die werkzaam zijn bij SBA Flex, die mogen daar komen wonen. Dus die andere 10 uitzendbureaus minimaal die in Boksel actief zijn en arbeidsmigranten huisvesten en aan het werk stellen, die blijven gewoon die huizen huren. En daar wordt niet op gehandhaafd, dat kan ook helemaal niet. Dus iedereen die nu denkt, ah, het is straks opgelost onze problemen, nou, dan heb ik een verrassing. Die problemen worden alleen maar groter, want er komen alleen maar meer arbeidsmigranten bij door dit Boksels beleid. Maar in de huizen waar nu die arbeidsmigranten wonen, die er dan wel uitgaan, daar kunnen toch gewoon jonge bokselaren in? Nou ja, ik zou niet weten hoe, want die huizen, dat zijn particulier bezit. En kennelijk vinden de huizenbezitters het best een interessant verdienmodel. Die uitzendkrachten, die arbeidsmigranten die veel te veel voor de kamers betalen, die dat namelijk toch zelf niet weten. Dus nou, dat houdt men lekker in stand. Ja, waarom zouden ze het huis gaan verkopen? Het is gewoon een verdienmodel. Die arme arbeidsmigrant is een iets waaraan je heel veel geld kan verdienen. De uitzendbureaus verdienen gewoon meer geld aan de huisvesting dan aan het uitzenden van die mensen. Dat zegt toch alles? Dus het is echt een sprookje om te geloven dat die problemen zouden zijn opgelost. Nee, die problemen worden verergerd door het Bokselsbeleid over de rug van iedereen, alle burgers, zowel de burgers die overal wonen en de winkeliers, en de arbeidsmigranten zelf, echt voor iedereen. Dus de belangrijkste reden van de gemeente om hier 400 arbeidsmigranten te vestigen, die slaat eigenlijk nergens op, zeg je? Nee, die slaat echt nergens op. En ze hebben geen enkele juridische mogelijkheid om alle huizen die nu bewoond worden door arbeidsmigranten, hoeveel er dat ook zijn, om daar iets mee te kunnen. Ze hebben alleen een nieuwe verordening, dus het voor nieuwe gevallen maximaal 4 per woning kunnen zijn. Maar alle bestaande situaties blijven intact. Dus je krijgt alleen maar met het huisvesten, nou 400, in het beleid staat 800, dus het moet nog een dubbele worden, er moet nog een andere locatie komen. Alleen maar een aanzuigende werking met helaas de overlast die erbij hoort en de erbarmelijke situatie met mensen zonder reuring, zonder ontspanning, in bijna celachtige kamers moeten wonen. Maar wat nu? Ja, de gemeente is doorgegaan met de juridisering van dit verhaal. Dus er rest ons niks anders. Onze advocaat die zal een schorsingverzoek indienen op de exploitatievergunning. Daar gaan we naartoe. Dus dat wordt een juridische strijd? Ja. We hebben geen andere keus. Ja, er wordt gewoon niet geluisterd. Er zijn zoveel facetten die je mee kunt nemen. Pak de politieke partijen, pak Omzicht, pak SP. Mensen zijn bezig. Het is geen probleem voor alleen de wijk Frillikhoven. Het is een probleem voor heel Boksel en heel landelijk. Overal spelen deze problemen. En als je meer gaat verdiepen in het métier, dan pak je de rapport Roemer. Je pakt de rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wat staat erin? Overal wantoestanden zijn en dat het fout gaat en dat mensen ontslagen worden, dakloos worden, je krijgt dakloosheid in de omgeving. Alle gemeentes die werken, langer werken met dit onderwerp, die hebben geen besloten van jongens, die grootschalige huisvesting, wat hier als kwaliteit weg wordt gezet door de wethouder, wat absoluut niet zo is, zeggen nee, we gaan naar kleinschalige huisvesting. Daar moet je naartoe. Wat bezielt eigenlijk het hele bestuur van Boksel om dit te laten gebeuren? Denk na, luister naar de argumenten. We praten niet voor onszelf. Wij leggen zo duidelijk uit waar het fout gaat en waarom het fout gaat. En wij laten zien, wij werken samen ook met andere gemeenten. Wij laten constant zien wat er overal gebeurt. Wij staan niet op onszelf. Wij proberen echt iedereen duidelijk te maken dat dit moet stoppen. En er wordt helemaal niet naar jullie geluisterd? Of een beetje? Of? Er wordt totaal niet naar ons geluisterd. Je zou, als je professional bent in de politiek, dan zou je moeten reflecteren. En er is een boodschap ooit gemaakt in 2017 of 2018. We gaan arbeidsmigranten huisvesten. En dit dendert maar door. En de teneur die in Nederland leeft daarin. En de visie die we daar steeds meer krijgen. Ook naar de verkiezing die we nu krijgen. Het is overal voor een item. Dat leeft in 2018 niet zo. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, ook voor alle inwoners van
Boksel, dat we de raadsleden oproepen om de sprookjes van de wethouder opzij te zetten en echt een halt toe te roepen en zeggen, we draaien nou, als gemeenteraadsleden gaan we voor Boksel staan en Boksel en zijn inwoners en we stoppen hier gewoon mee. En daar hebben we dus komende zaterdag een bijeenkomst op de markt georganiseerd, om 12:30 om precies te zijn. We gaan een manifest presenteren. Gaan we handtekeningen voor vragen, ook van de Bokselse politiek. Dus wij nodigen ook echt de Bokselse politici uit om daarbij te zijn. Maar we nodigen ook maatschappelijke partijen uit om daar ook bij te zijn. Want ook de maatschappij, de burgers, maar ook allerlei maatschappelijke organisaties hebben ook met de problematiek te maken die je eigenlijk erbij krijgt. Gratis bijvangst. Dus wij roepen eigenlijk bij deze ook de Bokselaar op. Kom luister, kom daarheen en zet je handtekening. Want pas met heel veel handtekeningen heb je kan je een vuist maken in Den Haag. En dat is ons uiteindelijke doel. En dit doen wij. Wij starten in Bokstel, groot, zaterdag. Maar die handtekeningen, het manifest gaan we presenteren en handtekeningen ophalen. Eigenlijk bij zoveel mogelijk actiegroepen in het land. Is het een beetje David tegen Goliath? Nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik echt niet. Ik denk, wij zijn betrokken bij onze buurt. In te gaan op dit onderwerp, steeds meer te verdiepen, dan zie je dat het landelijk probleem is. Dat het gewoon een keten is en een verdienmodel. En dat je eigenlijk de politiek op moet roepen, loop niet mee met die commerciële partijen, maar pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is hetgeen wat we moeten doen. Oké, tijdens het persmoment zei wethouder Van Alphen ook van, als we het nog een keer opnieuw zouden moeten doen, dan zouden we het hier en daar toch anders hebben gedaan. Nou, waarom zou je dan nu niet terugschakelen? Kan je toch nu ook terugschakelen? Waarom neem je je gelijk? Al geven 100 advocaten jou gelijk. Je hoeft het toch niet te nemen? Jij hoort toch de argumenten. Je bent toch ook een wethouder, ook van ons. Dit zijn je burgers. En dat roep ik dan op naar Hamer, naar het college. De burgers van Bokstel hebben hier een probleem. Je neemt ze helemaal niet mee. Nou, dan kan je dat ook nu doen. Nou, de wethouder zegt... Die wethouder die zegt op een gegeven moment van, ik slaap hier niet slecht van. Dat is wat ze zegt. Nou, hier de buurt, die slaapt er wel allemaal heel slecht van. Ja, de wethouder zegt, juridisch klopt het, dus wij mogen dit gewoon doen. Ja, ik denk dat een goed politicus moet reflecteren en in de spiegel moet kijken. En ik hoop dat de wethouders morgen in de spiegel kijkt en zeggen van, kan ik dit blijven doen? Of ga je er ook slecht van slapen? En als je er slecht van slaapt, dan ga je misschien beter besluiten nemen. Er zijn 2 vergunningen te verlenen van ieder 400 locaties. En de reden van het aantal is dat je daaronder ook een heel goed plan kan leggen met veel voorzieningen, met goede veiligheid. En die kwaliteitseisen, die vonden we juist zo belangrijk voor omgeving en voor de mensen die daar komen wonen. Oké, nog een korte... Ja, ik wil echt stoppen. Ja, ik vind nog heel belangrijk. Helaas, wegwezen. Ja, het spijt me echt heel erg. Ik moet echt Ik vind het wel een beetje te streng hoor. Ja, dat snap ik maar.